Dag, dit is weer Spakenburg Nu. Vandaag hebben wij de volgende onderwerpen. Mid Wintermalen, IJsbeeldenfestival, Kerstmiddag BCOB, Duivenshow Ons Genoegen, Naturalisatiedag en voetbalvereniging IJsselmeervogels tegen Ajax. Donderdagavond was er een belangrijke voetbalwedstrijd, IJsselmeervogels tegen Ajax. Onze burgemeester vertelt hier in de studio hoe het allemaal verlopen is. Hoe is het gegaan met IJsselmeervogels Ajax? 3-0, ik weet het, maar het gebeurde eromheen. Ja, het gebeurde eromheen is heel goed verlopen. We hebben een hele goede samenwerking van club, politie, alle gemeenten, alle diensten die erbij betrokken waren. En goede afspraken kunnen maken over hoe we zouden omgaan met de gasten. Een gastvrije ontvangst. Ook voor de aanhangers van Ajax, maar wel geregeld binnen welke regels dat moest gebeuren. En dat is ook allemaal heel goed verlopen, dus daar ben ik heel blij mee. Het was werkelijk een happening, want het hele dorp zat een beetje vast. Je hoorde allerlei mensen, ik fietste daar me vast, ik reed me daar vast. Ja. Hoeveel mensen waren er op de been aan beveiliging? Ja, dat zijn er toch wel heel veel. Dat doe je niet met 20 man, dat red je niet. Er zijn er wel meer, maar ik geef het werkelijke aantal maar niet op. Dat doe ik niet. Nee, ook niet. Omdat er later weer wordt gedacht van, hoe zit dat dan? Nou, wat ik wil zeggen is dat wij rekening konden op, zeg maar, een 30 mensen uit onze eigen team van Bunschoten, Baren, Eemnes Soest, dat is dus zeg maar ons district Eemland Noord, om maar zo te zeggen. En daar vervolgens hebben we beroep kunnen doen op mensen van het voetbaldetachement van de stad Utrecht, die dus heel veel ervaring hebben met betaald voetbal. Voetbaldetachement Amsterdam, dan heb je eenheden motor nodig om motorrijders, paarden. Ja. En dan vervolgens ook nog de nodige politie, mensen die bekend staan als mobiele eenheid of algemene eenheid, maar die we dus gewoon voor de openbare orde zonder helmen en wapenstokken hebben gewoon ingezet. Dus we waren overal op voorbereid voor het geval dat, maar we wilden niet uitstralen dat Spakenburg een soort vesting zou worden en waarin gewoon het niet meer gezellig was. Dus, en dat is volgens ons goed gelukt. Goed gelukt. Maar we moesten rondom. Het Sportpark de Westmaat ligt in ons centrum. Ja. En dat betekent dat op het moment dat je daar moet beveiligen, dat je ook met dat centrum te rekenen hebt. En dat dingen anders gaan. En dat was dus op een avond waarin geen koopavond is, makkelijker dan wanneer je dit op een koopavond hebt of op een zaterdag. Dan had het niet zo gekund. Nog even de uitslag. Onze Spakenburgse ploeg heeft niet gewonnen. Nee. Wat voelt u daarbij? Nou, laat ik zo zeggen dat Ajax aan het langste eind zou trekken, was toch wel een beetje de verwachting van de wedstrijd. Maar je hoopt altijd dat er nog een verrassing in zit. Ik vond het zelf gisteravond ook, gelet op het spelbeeld, wel jammer dat er niet op zijn minst één doelpuntje door de Vogels kon worden gescoord. Want dat was toch wel dik verdiend geweest. Ja, want ze hebben het goed gedaan. Nou, dat is toch ook mooi. Dat is mooi. Reclame voor het voetbal is ook weer City Marketing voor Bunschoten Spakenburg. En zo willen we ook graag in het land erop staan. Kerstverlichting in het thema van huiselijk geweld. De bewoners van dit huis hebben hun woning onderdeel gemaakt van de campagne Voor een Veilig Thuis van de Rijksoverheid. Met de kerstverlichting wil de overheid duidelijk maken dat huiselijk geweld niet ophoudt tijdens de feestdagen. Jaarlijks zijn naar schatting 1 miljoen volwassenen en kinderen slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. En helaas weten we dat het niet alleen ver weg, maar ook dichtbij gebeurt. Vlak na de feestdagen is er een piek in het aantal telefoontjes naar het steunpunt huiselijk geweld. De voorbereidingen voor de feestdagen brengen spanningen met zich mee en er wordt beslist meer gedronken. Dan kan het snel escaleren. Gezinnen waar het niet goed gaat, vinden het vaak lastig zelf hulp te zoeken. Kinderen zijn vaak te jong om voor zichzelf op te komen. Daarom is het belangrijk dat omstanders bij vermoedens van huiselijk geweld actie ondernemen. De eerste stap naar een oplossing is erover te praten. Kijk voor meer informatie naar de site die in beeld verschijnt. Bij Korenmolen De Hoop werd woensdag een bijzonder evenement georganiseerd, het Midwintermalen. In de donkere decembertijd
was er een heleboel gezelligheid te beleven in en rond de molen. Johan Krone, molenaar, vertelde er wat meer over. Hier op de molen gaan we voor kwaliteit. Wat ben je aan het doen, Kromi? Ik ben oliebollenmix aan het mengen. Aha. Oliebollenmix met krenten en rozijnen voor de heerlijke oliebollen. Ja, dat gaat goed. Dat gaat helemaal goed. Kijk, en daar komt-ie. Ik ben nu cement aan het maken. Dat is het ding. Ja. Ja. Maar daar hebben we wat voor. Een beetje water erbij. Dus dat worden wateroliebollen? Ja. Dit zijn de lekkerste oliebollen van heel Spaakburg en omgeving. Dat weet je zeker? Dat weet ik zeker. De lekkerste oliebollen van de wereld en omstreken. Vanaf maandag 23 december om 8 uur 's ochtends bent u welkom in het nieuwe Meander Medisch Centrum aan de Maatweg in Amersfoort. Tot die tijd kunt u voor alle zorg terecht op de Amersfoortse locaties Lichtenberg en Elisabeth. Daar blijft men klaarstaan zoals altijd, ook tijdens de verhuizing. Op maandag 23 december verhuizen de dan opgenomen patiënten van locatie Lichtenberg en locatie Elisabeth naar het nieuwe ziekenhuis. Tot 23 december 8 uur is de spoedeisende hulp locatie Lichtenberg geopend. Vanaf 23 december 8 uur is de spoedeisende hulp geopend als centrum voor spoedzorg in het nieuwe ziekenhuis. De huisartsenpost is tot dinsdag 7 januari 2014 8 uur bij locatie Lichtenberg. Vanaf 7 januari om 5 uur is de huisartsenpost geopend in het centrum voor spoedzorg in het nieuwe ziekenhuis. Verloskundige zorg wordt tot maandag 23 december 8 uur verleend in locatie Elisabeth. Vanaf maandag 23 december 8 uur, afdeling Meander Moeder-Kind in het nieuwe ziekenhuis. Gaat u eind december bevallen in Meander Medisch Centrum en heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Verloskunde via 850-5050. Heeft u op of na 23 december een afspraak in Meander? Kijk op de afsprakenbrief op welke locatie u een afspraak heeft. De meeste afspraken vinden plaats in het nieuwe ziekenhuis. Een aantal polyklinieken houdt nog spreekuur op locatie Lichtenberg of Elisabeth of wijkt uit naar locatie Baren. Op de website vindt u een brochure, uw eerste afspraak in het nieuwe Meander Medisch Centrum. Interface, wereldmarktleider in design en productie van modulaire vloerbedekking, heeft bij Eneco een contract afgesloten om duurzaam gas te betrekken, afkomstig uit biovergister Zeevis Groothandel A van de Groep, uit Spakenburg. Vanaf 1 januari gebruikt Interface in haar fabriek in Scherpenzeel alleen nog maar gas dat ontstaat met vergisting van vis en ander afval uit de voedingsindustrie en gecertificeerd groen is. Interface maakt in binnen- en buitenland al jarenlang gebruik van groene stroom en heeft nu ook besloten haar gasverbruik te verduurzamen. Het bedrijf heeft een contract afgesloten om al haar gas, en dat is 1,35 miljoen kubieke meter per jaar, via Eneco af te nemen bij A van de Groep. Dat is net zoveel gas als 750 huishoudens op jaarbasis gebruiken.
De biogasinstallatie in Spaakburg heeft een totale capaciteit van 12,8 miljoen kubieke meter per jaar. Interface koopt biogascertificaten om er zeker van te zijn dat haar afgenomen gas daadwerkelijk op een duurzame manier is geproduceerd. Ton van de Keken, directeur van Interface. We zijn verheugd over onze samenwerking met Eneco en A van de Groep. Het overstappen op duurzaam gas is voor ons een logische volgende stap in onze Mission Zero doelstelling om in 2020 geen enkele negatieve impact meer op het milieu te hebben en zelfs een herstellende bijdrage te leveren aan milieu en maatschappij. Door het gezamenlijke gebruik van groene stroom en biogas worden onze Europese hoofdkantoor en onze fabriek in Scherpenzeel nagenoeg CO2-neutraal en wordt afval op een nuttige manier gebruikt. Bart de Klerk, directeur Eneco Business, de Mission Zero-doelstelling van Interface, sluit naadloos aan bij de missie van Eneco om iedereen in Nederland te voorzien van duurzaam geproduceerde energie. Met de biogasinstallatie van A van de Groep kunnen wij Interface duurzaam gas leveren. Het is prachtig om te zien dat we op die manier samen een stuk van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen. De PCOB hield op woensdagmiddag 18 december haar jaarlijkse kerstmiddag. Elk jaar weer een druk bezochte, bijzonder gezellige middag. Dominee Roel Kelder hield de meditatie en Hille vroeg hem: welk thema heeft u dit jaar gekozen? Ik had als onderwerp gekozen kerst terwijl je bezig bent. En ik wilde daarmee inzoomen op het feit dat de Heer Jezus in deze wereld is gekomen. Echt in onze wereld is komen staan. Met al onze ellende en al onze sores, terwijl wij bezig zijn met van alles en nog wat, haalt Christus ons daaruit. En hij laat eigenlijk zien aan de herders, want dat was een beetje het onderwerp ook. De herders die worden bij hun kudde vandaan geroepen om zich op dat moment te richten op de geboorte van Christus. En voor mij is dat kerst ook. Kerst is iets van, je wordt uit, uit je dagelijkse werkelijkheid geroepen om de Heer te aanbidden als je koning. Oké, nou waren er zo'n 400 leden van de PCOB. Interkerkelijk, spreekt u dat aan? Oh, wat is dat een mooie open vraag. Interkerkelijk, dat spreekt me natuurlijk aan. Gewoon de ontmoeting met christenen uit alle kerken hier in het dorp. Je merkt daarin een ontzettende verbondenheid. En ik heb ook wel de indruk dat die behoefte er is, dat niet alleen, maar dat we ook elkaar keihard nodig hebben. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de ouderen, dat geldt volgens mij ook voor de jongere gemeenteleden, kerkleden hier in het dorp. We hebben elkaar keihard nodig in een wereld die meer en meer vervreemd van God. Nou, en dan geven de ouderen hier een goed voorbeeld, als ze zo met elkaar kunnen omgaan. Als dat nou kerkelijk ook eens zou kunnen, nou, dat zou een hele punt gewonnen zijn. Maar ik heb wel de indruk dat ouderen natuurlijk invloed kunnen uitoefenen op volksvertegenwoordigingen, op regeringsleden, leden van de regering. Natuurlijk kunnen ouderen worden natuurlijk, de groep wordt groter. Dus daar heb je vanzelfsprekend ook meer invloed. Ik heb wel altijd iets van, politieke partijen moeten zich niet richten op één doelgroep. Ik hou niet van oudere partijen. Dan doorbreek je een verbondenheid die je met elkaar in de samenleving volgens mij moet hebben. Maar als PCOB kun je natuurlijk wel een vuist maken als het gaat om bepaalde kwesties die politiek spelen. Dominee, dank u wel. Graag gedaan. Aldus van der Meen, voorzitter van de PCOB. Vandaag kerstmiddag specifiek. Heel veel mensen. Ja, geweldig. Ja. Hoe ervaart u deze middag? Tot nu toe geweldig fijn. Een opkomst, ik moet eerlijk zeggen, wij verwachten veel mensen, maar zoveel mensen hadden we niet verwacht. Ik heb juist van Ab van Leuzen, dat is de oud-secretaris, die hebben gehoord dat hij zei, dit is een absolute topper. We zaten tegen de 400 mensen en het programma wordt keurig afgewerkt, dus is aandacht. Hele fijne middag. Hoe belangrijk is het zeg maar voor de ouderen om lid te zijn van de PCOB? Wij komen er steeds meer tot de conclusie dat het echt belangrijk is voor de mensen, met name wat betreft de sociale contacten. We zeggen wel, Spakenburg kent iedereen en we hebben allemaal familie van elkaar. Er zijn heel veel mensen die genieten van een bijeenkomst zoals deze. Dat ze met leeftijdgenoten bij elkaar zijn in ontspannen sfeer. Praatje maken met elkaar. En zulke activiteiten halen ze uit hun isolement, uit hun huis weg. Ik zie ook bijvoorbeeld hoeveel mensen er rijden voor andere mensen.
dat bindt en dat is fantastisch. Vandaar ook dat het steeds meer wordt. Dat is geweldig, ja, echt fijn. Nou heeft het lidmaatschap landelijk kan de PCOB een vuist maken, maar ook lokaal. Hè. Er zijn ook nog bepaalde economische voordelen, hè, voor een lid. Ja, er zijn economische voordelen. We hebben niet minder dan 27 zaken hier in ons dorp. Die geven 10% korting wanneer men het PCOB-pasje laat zien. Kijk, ben je lid van onze afdeling, krijg je een pasje. En dat pasje dat geeft dan recht op 10% korting bij 27 zaken. Dat vinden wij fantastisch natuurlijk. Tegelijkertijd ook zijn er verschillende zorgverzekeringen die korting geven. En ik denk, mag ik wel noemen, met name Univé, die doen buitengewoon veel voor ons. Als mensen een verzekering afsluiten, dan krijgen wij van de medewerkers van Univé door. Die hebben bij ons een verzekering gesloten en willen graag de korting krijgen als ze lid van de PCOB mogen worden. Nee, dat gaat erg goed. Zou u ouderen zeg maar, die dit zien op willen roepen om lid te worden van de PCOB? Ja, ik zou dat zeker willen doen en durven doen. Niet alleen omdat ik een voorzitter van die afdeling ben. Nee, maar echt in hun eigen belang. Dat ze met mensen van hun eigen leeftijd in contact komen. Waar wij al ons best voor doen om dat ook te realiseren. Niet alleen maandelijks zo'n bijeenkomst. Waar we ook veel ontspanning kennen met elkaar. Maar ook de reisjes die we met elkaar maken. Dat is alleen maar heel prettig voor de mensen om uit hun kamertje vandaan te komen. Daar denk ik dat toch vooral aan. Mensen die in een kamertje gebonden zijn. Die zeggen, nou voor mij hoeft het niet hoor. Ik zit hier prima. Een wereld gaat voor hen open. Van harte aanbevolen. Echt waar. Dank u wel. Dank u wel. 25 jaar lid waren van onze bond de PCOB. Dames en heren, dat komt bijna nooit voor, ook landelijk niet. Wel nu, het bestuur was van mening dat we een dergelijk jubileum uiteraard niet ongemerkt voorbij mochten laten gaan. En met medewerking van het Landelijk Bureau in Zwolle hebben wij een oorkonde laten maken die ik hem nu graag wil overhandigen. Maar, Lammertje, nog even opletten. En ik lees de tekst voor. Oorkonde. Het bestuur van de PCOB-afdeling, Bunschoten Spakenburg in Dijk, verklaart hierbij dat Hendrik de Graaf, geboren 8 december 1931, en Lammertje de Graaf Koelewijn, geboren 10 november 1931, 9 november 1988 ingeschreven werden als leden van de Protestants-Christelijke Ouderenbond en derhalve 25 jaar lid zijn. En ik ga natuurlijk deze oorkonde nu overhandigen, maar omdat er foto's gemaakt worden en film zelfs, geef ik eerst Lammertje een prachtige bos bloemen. Ik had dat op de foto straks. En aan mij een lekkere fles wijn. De kerstvakantie is inmiddels aangebroken. En tussen de feestdagen door is het altijd leuk en gezellig om een mooi uitstapje te maken. Wij werden door een kijker getipt. Hij had genoten van het IJsbeeldenfestival in Zwolle. En wij, altijd in voor een goede tip, gingen erheen. Welkom in de wonderwereld van sneeuw en ijs.
Dit alles is tot stand gekomen in het kader van 200 jaar Koninkrijk. Een klein beetje technische uitleg is wel op zijn plaats. Wat zijn ijsbeelden? Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van zelfgemaakt ijs. De grote blokken ijs zijn 2 meter lang, 1 meter breed en 30 tot 75 centimeter dik. Het ijs heeft een heel mooie kleur en is kristalhelder. Het produceren van het ijs gebeurt in het Belgische Ingelmunster en in units wordt het water bevroren op een temperatuur van min 30. De blokken worden in koelcellen opgeslagen en vervolgens per koelcontainer naar de locatie gebracht. Met behulp van bulldozers of een vorkheftruck worden de blokken rechtgezet en als het om een hoog beeld gaat, worden de blokken gestapeld. Hierbij wordt heel precies gewerkt met experts uit Finland. Als de blokken die al gauw 1500 kilo wegen exact op de juiste locatie staan, kunnen de kunstenaars aan het werk. Zij maken gebruik van speciaal gereedschap. De een werkt meteen met de kettingzaag, de ander tekent eerst het ontwerp op de ijsblokken met behulp van een veebijtel en snijdt dan het overtollig ijs met de kettingzaag weg. Er wordt altijd van boven naar beneden gewerkt. Voor het detailwerk hanteren de sculptors ook schuurmachines of zelfs stoomstrijkijzers om het ijs mooi glad af te werken. Blijft dit alles op temperatuur? Het is een thermische ruimte die speciaal is geïsoleerd. Daardoor heerst er een constante temperatuur van min 8 graden. Het is dan ook zeer aan te bevelen echt warme kleren aan te trekken. Het IJsbeeldenfestival is in de kerstvakantie elke dag geopend van 10 tot 6 uur en op donderdag zelfs tot 9 uur. Voor meer informatie kijk naar de website die in beeld verschijnt. Hoewel het ijskoud is, toch warm aanbevolen. In het clubgebouw van Ons Genoegen wordt deze dagen de jaarlijkse show gehouden. Er zijn vooral veel prachtige duiven te bewonderen, maar er is en er was ook heel veel gezelligheid. Voordat de show begon, werden de duiven gekeurd. Maria sprak met de keurmeester. We staan hier bij Arend. U bent keurmeester van de duiven, hè? Ja, al 42 jaar. Al 42 jaar. Nou, daar heeft u er verstand van. Nou, dat wil ik nou niet direct zeggen, maar wel een boel ondervinding natuurlijk. Ja, u bent hier in Bunschoten Spakenburg en u gaat hier bij de duivenvereniging de duiven keuren. Ja.
Is het één soort? Zijn er meerdere soorten? Nou, dat is natuurlijk één soort, want de bedoeling is natuurlijk dat dat het allemaal wedstrijdduiven zijn. Dus je hebt ook sierduiven, maar dat komt hier niet van pas. Dus het zijn allemaal wedstrijdduiven en die hebben natuurlijk een tentoonstelling om het wintergebeuren een beetje gezellig te maken. Nou, en de bedoeling is dat ik dan op mijn manier een beetje uitzoek wat de beste en de mooiste duiven zijn. Die voldoen aan het standaard zoals dat omschreven is in de groep van keurmeesters. U heeft er eentje vast nu. Wat is dit voor een... Dit is ook een wedstrijdduif. Dat is dus een wedstrijdduif. Dus ik... Waar kijkt u naar? Ik bekijk dus of hij een beetje een mooi belijnde kop hebt. Dan krijgt hij een boel punten. Daar is dus een keurlabel bij. En daar staat op dat je maximaal 93 punten kan uitdelen aan zo'n duif. En in dit geval krijgt hij dus voor zijn aangezicht een 18,5. Dus dit is al... Dat is een mooi score. En dan kijken we dus naar de pluimen en de veren. En dan, daar heb je dus ook een 18,5. En dus die staan allemaal volgens de standaard. En dan heeft hij voor zijn rug en zijn lendenen krijgt hij dus een 18. En u voelt dan gewoon en u ziet dan gewoon van oké. Okay. Dat is mijn gevoel. Dat ja. Is en net als die veren, die moeten ook allemaal gelijk zijn. Er mag geen één veer. Bij wijze van spreken wel, ja. En dan heb je van onderbouw. Dat wil zeggen dat ze stuitbeentjes en zijn borstbeen fatsoenlijk moet zijn. En dan heb je in dit geval ook een 18 van deze duif. Komt dus aan totaal aan 91,5 punt van de 92,5. Die hij eventueel zou kunnen verdienen. Oh, dat is dus wel een toppertje wat u nu heeft. Een topper? Ja, of niet? Nou, middelmootje. Middelmootje. Kunt u gewoon al zien aan de kooi zonder dat u ze heeft gevoeld van nou, dat is wel een topper? Voordat ik hem dus pak, maak ik wel een indruk. Probeer ik de indruk te vestigen dat om te kijken hoe hij dus aan mijn voorwaarden zou moeten voldoen. En of het een topper zou wezen eventueel. Hoeveel gaat u er keuren? Hoeveel duiven zijn hier? In dit geval een kleine 160. Ja, en dit zijn allemaal wedstrijdduiven. Dus die gaan ergens in Frankrijk uitgooien en dan komen ze... Allemaal, we beginnen met 100 kilometer tot 1000 kilometer worden ze weggebracht in het weekend. Heeft u zelf ook duiven? Die heb ik ook, ja. Nu had ik vroeger een buurman en die had ook duiven en die had een bepaald fluitje om ze te roepen. Heeft iedereen verschillende fluitjes? Wat is uw fluitje? Wat is uw fluitje? Dat is een mooi toch? Ja, mijn buurman had ook zo'n bakje met voer. En dan kwamen... ja, dus iedereen heeft zijn eigen fluitje. Dus dat je ze natuurlijk een beetje handtam maakt thuis. Want dan heb je het meeste plezier ervan en dan geniet je ook het meeste ervan. Ik bedoel, als je een hond of een kat hebt, dan wil je ook dat hij naar je toe komt. Nou, dus in wezen is het precies hetzelfde. En voor die wedstrijden, dat moet je natuurlijk met veel enthousiasme moet je dat op kunnen brengen, want het heeft natuurlijk een heleboel werk. Ja. Heb je daar wekelijks aan om ze voor te bereiden op die wedstrijden elke week. Maar je hebt natuurlijk nationaal, voor heel Nederland heb je vluchten, zoals Sint-Vincent en Barcelona. Dat zijn dan weer nationale vluchten. Ja, en dan ben je natuurlijk boven je als je daar de eerste duiven hebt. Super trots op. Ja. Nou, gaat u nog even verder? Ga ik even kijken wat u allemaal doet. Dankjewel. Dankjewel, graag gedaan. Woensdag 18 december is in het gemeentehuis weer naturalisatiedag geweest. Het was een bijzondere bijeenkomst. En de burgemeester is hier bij ons in de studio om er meer over te vertellen. Burgemeester, wat is naturalisatiedag precies? Ja, die is de dag waarop bij stilgestaan wordt dat wij als Nederland weer nieuwe Nederlanders erbij krijgen. Dus Nederland, mensen die in Nederland verblijven. Vragen ook de nationaliteit aan, Nederlandse nationaliteit. En als er zijn voorwaarden hoe je Nederlander kan worden. En dan vervolgens, als het dan eenmaal zover is dat je aan die voorwaarden voldoet, dan word je genaturaliseerd. Moeilijk dat woord. Is het woord. Ja. En nou ja, dan krijg je dus het Nederlanderschap. En dat gebeurt een aantal keren per jaar, want de gemeente is verplicht om binnen 6 weken nadat iemand is Nederlanders geworden om het uit te reiken. Maar 1 keer per jaar is naturalisatiedag. Dat is 15 december. En 15 december is aangewezen omdat dat ook Koninkrijksdag is.
Dus mensen die erg opletten, die zien dat er op 15 december, dit jaar was het dan op 16, omdat 15 op een zondag viel, dat er wordt gevlagd, rood-wit-blauw, net als op bevrijdingsdag. Dus niet met oranje wimpel, want het is een nationale feestdag. Koninkrijksdag, rood-wit-blauw werd gevlagd. Dat is drie keer per jaar, bevrijdingsdag in augustus, de bevrijding van Nederlands-Indië. En op 15 december de bevrijding, of de Koninkrijksdag en tevens de naturalisatiedag. Dan vieren we eigenlijk dat we koninkrijk zijn. Om welke nationaliteit ging het dit jaar? Nou, wij hadden dit jaar hebben we weer mensen uit allerlei windstreken gekregen die Nederlander zijn geworden, die hier al in het dorp blijven. Maar deze week, naturalisatiedag, ging het om één Marokkaanse, dame van Marokkaanse afkomst, twee van Turkse afkomst en één dame van Belgische afkomst. Dat is heel bijzonder. Ja, heeft u er ook mooie verhalen bij? Hoe vinden mensen dit? Nou kijk, mensen bij zo'n bijeenkomst zijn er eigenlijk drie dingen. In de eerste plaats heb je even een toespraak om aan te geven wat het betekent om Nederlander te zijn. Het tweede is dat je aan de mensen vraagt wat het voor hen betekent om Nederlander te worden. En ik vond het dan wel leuk, want het is natuurlijk zo dat als je hier, en dat gebeurt, mensen uit bijvoorbeeld Turkije of Marokko, de ouders vandaan komen, ze worden hier geboren. Dan hebben ze nog niet de Nederlandse nationaliteit. Maar die kunnen ze wel krijgen. En bijvoorbeeld als ze dan hier 15 jaar wonen. Nou, dan zijn gewoon jonge meiden, om maar zo te zeggen, die hier naar school zijn gegaan, opleiding hebben gehad, werken, vloeiend Nederlands spreken, helemaal meedoen in onze samenleving. Ja, helemaal geïntegreerd eigenlijk. En precies, ja. En die zeggen ook van dat willen wij gewoon doen. Ja. Dus wij voelen ook ons Nederlander. En het niet hebben van het Nederlandse paspoort is eigenlijk iets raars dan. Dus dat willen ze dan ook graag. Dus de Belgische dame was wel heel bijzonder, want voor bijvoorbeeld mensen die niet tot de Europese Unie behoren, qua nationaliteit, zoals Marokko en Turkije, dan zijn er toch wel wat beperkingen aan het reizen. Dus dan is een Nederlands-Europees paspoort is wel belangrijk, want dan kan je makkelijker reizen dan op je Turkse of Marokkaanse paspoort. Terwijl in dit geval de Belgische is al Europees staatsburger, om het zo te zeggen. Onderdeel van Europa. Maar de dame in kwestie, die komt uit Brussel. En haar vader was er ook bij, Franstalig Belg. En die zei van eigenlijk hebben wij haar in de opvoeding te weinig Nederlands geleerd. Want dat was zo, dat deed je niet als Franstalige. Ze kreeg wel een vak op school, maar ja. Maar nu woont ze al zoveel jaren in Nederland en in Bunschoten-Spakenburg spreekt ze vloeiend Nederlands, om maar zo te zeggen. En daar was ze heel erg trots op. Maar had ze tegen de pa gezegd, ik ga het Nederlanderschap aanvragen, want ik kom nooit meer terug naar België. En ik hoor hier in Spakenburg. Wat leuk. Ja, en dat is heel erg mooi om te horen dat mensen zich ook zo vergroeid voelen. Niet alleen met ons land, maar ook met ons dorp. Ja, dat is natuurlijk ook wel city marketing, zou ik denken. Hè? Ja, nee, dat is ook zo. En ze voelen zich zo helemaal thuis. Het was echt heel leuk. Met een man en kinderen, schoonouders, ouders meegenomen, waren er allemaal bij om het te vieren. Dat ze, ik hoor er nu helemaal bij. Ze waren zelfs aangekleed in onze prachtige dracht. Ja. Wat had dat voor achtergrond? Nou ja, omdat bij de gewone naturalisatieceremonies, die zijn kort. Dan wordt het voorgelezen en dan wordt door degene die genaturaliseerd worden, wordt eerst de verklaring van verbondenheid afgelegd, of de eed afgelegd. Hè. Dat ze verklaren dat ze de rechten die aan een staatsburgerschap behoren, dat ze die trouw zullen vervullen, dat ze de grondwet zullen respecteren. Ja, dus ook de plichten. De plichten, de rechten en plichten, precies, want dat hoort er dan bij. Ja. Maar één keer per jaar, naturalisatiedag, doen we altijd toch wel iets om gewoon een beetje in te geven dat je niet alleen maar ingeburgerd wordt, maar ook gespakenburgerd wordt, om maar zo even te zeggen. En dan leek het ons leuk dit keer om dat te doen, omdat er dames waren, om aan te bieden dat ze zouden worden aangekleed. En dat in samenwerking met het Klederdracht en Visserijmuseum is dat geregeld, dat er vier dames waren die
hen aankleden, verkleden, de grote metamorfose. En ja, zodoende konden ze in klededracht op de foto. Vonden ze zo bijzonder. En ja, dat was voor hen echt een hele belevenis. Na afloop waren ze ontzettend opgetogen, want dat hadden ze nooit verwacht. Dat we dat uit de kast hadden gehaald voor ze. En dit was het weer. Spakenburg nu. Was u nog niet in de gelegenheid het hele programma te bekijken, dan is er nog de gelegenheid tot zaterdagavond 11 uur. De volgende onderwerpen waren te bekijken: Mid Wintermalen, IJsbeeldenfestival, Kerstmiddag PCOB, Duivenshow Ons Genoegen, Naturalisatiedag. In de kerstvakantie zal de programmering anders zijn dan anders. En wel als volgt. Zondag los op zondag met mooie kerstmuziek. Maandag uit de oude doos. Dinsdag in plaats van het vrije item Spakenburg nu. Eerste kerstdag op de tijden van los op zondag. Speciaal voor u gesorteerde kerstliederen. Dus om 8 uur, 11 uur, 6 uur, 9 uur en 11 uur 's avonds. Op tweede kerstdag wordt op dezelfde uren een speciaal, wat luchtiger kerstprogramma uitgezonden, waarin Schulixien kerstmuziek speelt en er met drie gasten gesproken wordt. Voor nu een heel mooi weekend.